Ja, we zitten echt opgezadeld met die Pieter Omtzigt, hè? Wat een misverstand is dat eigenlijk, hè? Ja, hè? Hoeveel mensen hebben niet gedacht, ja, nee, die gaat het doen, hè? Die gaat de lijn uitzetten, die gaat ons bij de arm pakken en die leidt ons naar betere tijden. Ja, dat zag je bij heel veel mensen toen en iedereen zei van, ja, ik ga zeker Omtzigt stemmen. En hij zei ook na de verkiezingen, zei hij gelijk als eerste, zei hij, ja, we gaan regeren, we gaan meedoen, we gaan aan de gang voor Nederland en wij zullen over onze schaduwen heen stappen en ik roep ook anderen op dat te doen en dan gaan we aan de slag. He, dat zei Omtzigt. Nou, kijk wat daar nou allemaal van terecht komt, van dat geleuter. Ja, want dat is het gewoon. Want nu het moment daar is om inderdaad over schaduwen heen te stappen. Nou, het lijkt helemaal nergens op. Ja, Wilders die doet dat wel een beetje. Ja, die moet ook wel, want anders gaat er helemaal niks door. Dus nou, die levert in. En die hele, bijna zijn hele zielenzaligheid. Nou ja, goed, die toont in ieder geval zijn goede wil. Maar wat doet Omtzigt dan? Hè? Welke beweging maakt hij dan? Hij wil alleen maar doorduwen en doordrijven zoals hij het in zijn hoofd heeft. Ja. De bestuursvorm en ook de vorm van het kabinet, dat moet allemaal gaan zoals hij het wil. En intussen houdt hij de boel op. Hij is gewoon een hele slecht spelende, falende nummer 10 in een voetbalelftal. Hij is het zand in de politieke motor, ja. En daar hebben we last van Omtzigt. Ja, want hij denkt wel, ik vertrouw Wilders niet. He, want dat zegt hij dan de hele tijd. En dat laat hij ook overal merken. Ja. Maar Wilders vertrouwt hem ook helemaal niet. Maar niet een beetje, niet helemaal niet. Alleen kan hij dat niet zeggen, want hij heeft hem nodig. Ja. En nu ook, nu moeten ze allemaal weer naar de formateur toe. En iedereen die doet ze zeg je, iedereen zegt daar wel iets over. Alleen Omtzigt niet. Nee, mondje dicht. Ja, nee, daar ga ik vandaag niks over zeggen. Ik vertel alleen maar dingen in vertrouwen. En die, ja, weet je, die speelt zijn spelletjes weer. Ja. Omdat hij staat in het centrum van de macht op dit moment. En dat vindt hij zo lekker en heerlijk. En intussen schiet heel Nederland niet op. Want hij zou zijn verantwoording moeten nemen. Daar stapt hij overheen. Niet over zijn schaduw. Maar hij stapt over zijn verantwoordelijkheid heen. Dat doet hij. En die pikt hij niet op. Want dat zou hij nu moeten doen. Aan de gang gaan, Pieter Omtzigt. Voor Nederland. Ja. Kijk, ik heb gezegd dat ik spijt heb gehad van mijn stem. Die was strategisch, by the way. Maar ik heb spijt gehad van mijn stem op de VVD. Ja, dat heb ik ruiterlijk toegegeven. Maar nu vraag ik mij af, hoeveel mensen hebben er nu spijt van hun stem op Pieter Omtzigt?